Eigenlijk is het een cadeau die ik eigenlijk heb gegeven aan de Surinaamse gemeenschap. En dat is eigenlijk in verband met 30 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Ik ben toen daarover eigenlijk gaan denken wat ik eigenlijk zou kunnen doen. In verband met die 30 jaar die we gaan vieren. En toen kwam het idee van de tiptips. Omdat we eigenlijk tiptips zijn die slippers, die houten slippers die we... Ja, die we 30, 40 jaar geleden hebben gedragen. En dat eigenlijk zie je eigenlijk nauwelijks terug. Dus daar is eigenlijk het idee ontstaan van de tip-tip. Dat ik eigenlijk dit project heb kunnen doen. Het staat eigenlijk, ik heb over het hele land eigenlijk 30 slippers geplaatst. Dus op 15 mooie plekken. En dat moet eigenlijk... Ja, het is 30 jaar onafhankelijkheid, 30 slippers, 30 stappen naar beter Suriname. Dus vandaar eigenlijk 30 slippers. Maar zien jullie nog mensen rondlopen met tip-tip? Nee, man. Ja, mensen lopen helemaal niet met klompen meer. Jullie is hebben het zo goed tegenwoordig dat men dan niet over de armoede kan praten. Ja, maar ziet u het als een armoede als je een tip-tip aantrekt? Was het vroeger? Maar of hadden de mensen geen andere mogelijkheden? Nee, ze hadden geen andere mogelijkheden. Ja. Je had gewoon een tip-tip of een pata. Je had geen... mogelijkheden om schoenen en dergelijke te kopen. Maar weet u waarom ze de tip-tip noemen? Omdat je wanneer je loopt, dan slaat het hier onder je voet. Dan hoor je tip-tip-tip-tip. Meestal op de plantages, ja, kwamen ze voor. Ja, was veel economischer. Ze hadden ook slippers, slippers. Ja, die slippers die versleten heel snel. Waarvan die tip-tip van hout was. En daar bovenop die fietsband. En ja, daarmee verplaatsen die mensen zich. Komt economischer uit. Was je grootvader Javaan? Nee, mijn grootvader was geen Javaan. Gewoon een stadskrioot. Het is voor ons huis een herkenningsteken geworden. Als mensen hier naartoe moeten komen, zeg ik aan ze, maar op de Namenstraat staan er twee grote tip-tips. En precies als je voor die tip-tip staat, het huis erachter. Dus dan weten die mensen gelijk als ze rijden van, hé, we moeten naar die tip-tips zoeken. Dus ik vertel het nu echt als herkenningsteken aan mensen. Ik vind hem heel mooi, maar ik kan misschien nog wat bij een heel onderin. Zoals stenen zetten, zodat het beter op uit kan komen. Van onder denk ik dat u misschien een perkje kan maken met misschien, hoe ze die stenen roepen, zo granietsteen of zo. Maar zoals hij daar staat met het graniet, wordt niet goed onderhouden door die mensen van Omi. Soms maaien ze niet eens ertussen. En dan wordt het echt zo, het maakt zo verwaarloosde indruk.